Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstra, ik ben journalist en ik zit hier met Wim Turkenburg, energie-expert, om te praten over kernenergie en de energie van de toekomst. Wim Turkenburg, fijn dat je er bent. Je bent een energie-expert, je bent veel aanwezig in het kernenergiedebat van de laatste jaren. Je bent emeritus hoogleraar natuurwetenschap en samenleving aan de Universiteit Utrecht, maar nog steeds ben je heel actief, want je bent dus gestopt daar. Je hebt een eigen onderzoeksbureau, of adviesbureau geloof ik, hè? Dus ik zie jou nog veel in de debatten tegenkomen. We gaan het hebben over kernenergie. En waarom ik jou graag wilde uitnodigen is dat je nog vaak door overheden wordt gevraagd voor advies. Hè? Dus Overijssel, de provincie, die zat na te denken, gaan we kleine kernreactoren eventueel plaatsen? Nee, dat doen we niet, want Wim Turkenburg heeft advies gegeven en die is daar niet zo, ja, die vindt dat niet zo realistisch dat het op korte termijn kan. En laatst de nieuwe bestuur in Gelderland, die begon er ook over na te denken. We willen een onderzoek naar kleine kernreactoren. In de Gelderlanden zie ik dan staan Wim Turkenburg. Ze zijn misschien niet zo realistisch in hoe snel dat kan en hoe kosteneffectief dat zal zijn. Dus ik dacht, Wim Turkenburg moet ik even spreken. Om te beginnen, even terug helemaal in de tijd. Want je zit al 50 jaar aan het vak en ik zat even dus in de krantenarchieven te kijken. En toen kwam ik een bericht tegen uit het Nieuwsblad van het Noorden. Dat ging over 1972. Van, er was sprake van dat een atoomcentralepark in het Dollardgebied zou komen. En er werd een hele jonge doctorandus in Turkenburg geciteerd. Oh. En er staat erbij, doctorandus Wim Turkenburg van het actiecomité tegen kerncentrales heeft op een informatieavond in Zeeland deze mogelijkheden genoemd. Hè. Dus onder andere dat er een kerncentrale in Groningen komt. En dus staat er begin jaren 70 dat je bij het actiecomité tegen kerncentrales zit. Klopt dat? Nee, ik was lid van een werkgroep kernenergie. En die is in 1972 van start gegaan. Dat waren een aantal kernenergiedeskundigen, energiedeskundigen, stralingsdeskundigen. Ook mensen die in de energiesector werkzaam waren, elektriciteitsopwekking. Maar ook bij Dodewaard, een van de medewerkers van onze groep, zat ook in Dodewaard, kerncentrale Dodewaard. En het was een werkgroep die vroeg om kritisch na te denken over de voor- en nadelen van kernenergie, over eventuele alternatieven die er zijn. En de aanleiding was een nota die in 1972 werd gepubliceerd door minister Langman, minister van Economische Zaken. En in die nota werd geschetst dat we in het jaar 2000 35 kerncentrales van 1000 megawatt nodig hadden. Naast ook 35.000 megawatt ander vermogen, fossiel gestookt. Dus hij verwachtte een enorme groei van het elektriciteitsverbruik in 25, 30 jaar tijd. En om daarin te voorzien zouden we heel veel kerncentrales moeten bouwen. En daar maakten wij ons ongerust over, vanwege de problemen die daar spelen. En we hebben ook de vraag gesteld, kijk eens naar alternatieven. Kijk ook naar of je niet door energiebesparing veel efficiënter met energie en met elektriciteit kunt omgaan. Dus misschien is die behoefte veel minder groot in 2000 dan nu wordt geschetst. En misschien kun je ook wel van andere bronnen gebruik maken. Zonne-energie, windenergie, fossiele energie. Ja. Later hebben we ons daarbij ook gekeken naar hoe je bij fossiele energie CO2 kunt afvangen en ondergronds opslaan, zodat je niet bijdraagt aan het broeikaseffect. En dat hebben wij in de nota op tafel gelegd. Ja. En wij riepen om een bezinningsperiode. In eerste instantie voor 3 jaar. Maar toen werd er door bevriende politici in de Tweede Kamer gezegd, je moet 5 jaar vragen, want dan krijg je 3 jaar. Nou, uiteindelijk besloot men inderdaad in Den Haag 5 jaar te wachten. En er is heel veel gebeurd, maar eigenlijk zou ik kunnen zeggen, heeft die bezinningsperiode geduurd tot ongeveer dit afgelopen kabinet. Dat is gevallen. Want in het coalitieakkoord van het net gevallen kabinet staat, we gaan kijken of er 2 kerncentrales bijkomen en of
de Borselen kerncentrale, die er ook al 40 jaar staat of zo, of die verlengd kan worden, want de deadline loopt op 2033 af. En we kijken of die er nog langer kan gaan staan. Dus er is echt een tournure geweest, maar in die tijd, in de jaren 70, was het totaal andere tijd dus. Ja. Want jij was zelf een jonge promovendus in natuurwetenschap in Amsterdam, begrijp ik. En, nee, bij atoomfysica. Ik zat op het FOM-instituut voor atoom- en molecuulfysica. Mijn baas was professor Kistemaker. En professor Kistemaker is een van de vaders, zo wordt hij genoemd, van de ultracentrifuge verrijkingsmethodiek. Dus een methode die je nodig hebt om uraan te verrijken, zodat je het kunt gebruiken in kerncentrales, lichtwaterreactoren. Maar ook, en dat is heel belangrijk voor Nederland, want in Almelo hebben we Urenco. Ja, ja. Het grote bedrijf in de uraniumverrijking. Ja, zeker. En daar staan die centrifuges? Daar staan die centrifuges. Het levert de staat, want die is aandeelhouder. Belangrijkste aandeelhouder vanuit Nederland. Samen met Duitsland en Groot-Brittannië, begrijp klopt, ik. Klopt. En ieder jaar, ik weet niet het afgelopen jaar, maar ieder jaar gaat er zoiets van 100 miljoen euro naar de schatkist van Nederland vanwege de winsten die worden gemaakt met de ultracentrifugiefabriek. Dus Almelo is heel belangrijk. En ze leveren ook nog aan al wat landen, hè? Ze leveren aan heel veel landen en gaan waarschijnlijk ook aan meer landen leveren. Want men wil in bepaalde landen in Oost-Europa af van de leveringen die men uit Rusland krijgt. En Urenco bereidt zich voor om dat over te nemen. Urenco is niet de enige in de wereld, maar wel een heel belangrijke speler op het gebied van uraniumverrijking. En ze hebben meerdere vestigingen in de wereld. Het is echt een deels Nederlands bedrijf. Ja, de know-how komt uit Nederland. Ja. Bij professor Kistemaker vandaan, bij het FOM Instituut voor Atoommoleculenfysica vandaan. En het feit dat ik met begin jaren 70 wat kritische vragen begon te stellen over kernenergie, werd door hem niet geheel in dank afgenomen. Dus hij vond dat niet leuk. Waarom niet? Ik kreeg van hem een brief en daar schreef hij bijvoorbeeld in: de kruik gaat zo lang te water tot die barst. Dus kwam hij in actie. Hij schreef ook: je moet geen parelen voor de zwijnen gooien. Hij vond het debat over de mogelijke risico's van kernenergie, dat moest je binnen wetenschappelijk kring voeren. En dan moest je niet de bakker op de hoek mee lastigvallen, want die werd er alleen maar bang van. Laat staan dat je daar politici mee moest lastigvallen, want die begreep er toch niks van. Yeah. Hij zei ook tegen mij: het verschil tussen jou en mij is, jij bent een democraat en ik ben een technocraat. Hij zei, en met dat verschil moeten we leren leven. Hij zei dus ook in die brief: als je zo doorgaat, neem ik afstand van je in het openbaar. Ik draag je voor ontslag bij de stichting FOM. En ik trek me terug als promotor. Nou, dat kwam toen in de publiciteit, met name de NRC. Hoe kwamen zij erachter dan? Nou, bij die werkgroep zat ook een journalist, Arie de Kool. En die was wetenschapsjournalist van de NRC. Dus je had het aan hem verteld? Nou ja, kijk, ik spreek in zo'n kleine kring natuurlijk wel over de gebeurtenissen die waren. En ik was niet de enige die problemen kreeg. Iemand anders was Erik-Jan Tuininga, die zat bij TNO en die had ook problemen met zijn baas. Ook vanwege zijn huiver en kritische houding. Ja, omdat hij lid was van die werkgroep. En de andere was Kees Dijouwens. Die zat in Eindhoven en die kreeg ook met hoogleraren daar problemen. Dus er waren drie mensen die hadden problemen. En Arie de Kool heeft er toen op de voorpagina van de NRC een artikel over geschreven. Er stond boven: kernvorsers onder druk gezet. En dat waren dus wij drieën. De kernvorsers. Ja. En toen heeft de Tweede Kamer daar een apart debat aan gewijd. Toen is er een commissie in het leven geroepen. Staatscommissie onder leiding van Hendrik Casimir. Die was voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De KNAW. De KNAW. Ja. En die heeft gerapporteerd over of hier de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid werden geschonden. En in mijn situatie, zeiden zij, was daar sprake van.
En dat was dus eigenlijk een berisping, zou ik zeggen, voor Kistenmaker, Jaap Kistenmaker. Hij had overigens ondertussen die brief al wel ingetrokken, dus hij heeft mij later een tweede brief gestuurd, waarin hij de brief heeft teruggetrokken. En ik ben toch wel bij hem gepromoveerd. Ja. Ik heb wel een tijd lang in de media niet onder mijn eigen naam af en toe een stukje geschreven. Je had een schuilnaam. Ik gebruik een schuilnaam. Ik ben de naam alweer vergeten, maar... Kunnen we opzoeken. Ja. Ja, wat voor tijd was het dan? Want ik bedoel, het was 1945, dus in ieder geval 17 jaar eerder dat Amerika twee atoombommen heeft afgeworpen boven Japan. En dus de kernenergie stond er niet goed op in die zin. En al snel had de Sovjet-Unie ook al een kernwapen een paar jaar later. Maar toen kreeg je me onder ijs gaan houden dat verhaal van Atoms for Peace. Exact. Dus exact. Veranderde de stemming heel erg al in de jaren 60 of zo? In de jaren 50 veranderde dat, ook in Nederland. Jaren 50, ja. Dus Kistenmaker die al in de jaren 40 aan de ultracentrifuge aan verrijkingstechnologie werkte, die kreeg de opdracht en ook geld om die technologie verder te ontwikkelen. Oorspronkelijk gebruikte hij een andere technologie, maar via kwam hij dus met de ultracentrifuge technologie in aanraking. Dat heeft hij verder ontwikkeld met zijn medewerkers, onder andere als grootdenker Joop Los. Ook directeur, adjunct directeur zou je kunnen zeggen, van het VOM Instituut in Amsterdam. En hij heeft die technologie als het ware marktrijp gemaakt. Dus in Nederland werd er heel veel aandacht aan kernenergie gegeven. We kregen het reactorcentrum Nederland in Petten. Ja. Daar zaten ook een aantal bollebozen en die moesten vooral nieuwe technologie ontwikkelen. We hadden toen het idee in de jaren 50 en 60, wij zijn in staat om een geheel eigen kernenergieindustrie te ontwikkelen. Er werd ook hard aan getrokken. We hadden ook fabrikanten die reactorvaten konden maken. Dat ging goed, zou ik kunnen. Er werden ook nieuwe concepten ontwikkeld, nieuwe type reactoren. Bijvoorbeeld bij de KEMA had je professor Wendt, die ontwikkelde de KEMA suspensie testreactor. Op zekere ogen lijkt hij een beetje op, niet echt hoor, maar hij lijkt een beetje op de gesmolten zoutreactoren. Alleen gebruikte hij geen zout. Dat is een nieuw model reactor. Een heel nieuw type reactor. Maar wat ze in Amerika deden, was die kleine reactoren vooral toepassen in onderzeeboten. Heel veel onderzee, nucleaire onderzeeërs. Daar had je een compacte reactor voor nodig. Dat werd de drukwaterreactor, die kon heel compact gemaakt worden. En eigenlijk is die reactor op het land neergezet. Ja, die is misschien wel de grootste vlucht gaan maken op het gebied van kernreactoren. Dus de reactor die in Borselen draait, dat is een drukwaterreactor. Maar afgeleid van de technologie die men heeft ontwikkeld in de militaire sector voor atoomonderzeeërs. Dus er is altijd een link geweest tussen de nucleaire sector voor vreedzame toepassingen en de nucleaire sector voor militaire toepassingen. En dat zie je ook met die declaratie Atoms for Peace. Het was militair gebruikt, het wordt militair gebruikt, maar men wilde nu vooral ook voor vreedzame toepassingen, voor de energieopwekking, die kernenergie gaan inzetten. Ja, ja. Maar dus nu zitten we in 2023 en je had minister Jetten, nu demissionair van Economische Zaken en Klimaat, die daarmee bezig ging, hè, met die in Zeeland in overleg van kunnen daar nog twee kerncentrales bijkomen. Volgens mij eind dit jaar zou dat toch ook, in ieder geval over de bestaande kerncentrale, uitsluitsel worden gegeven, geloof ik. Nou, dus dat is echt een proces dat nu echt intensief gaande is. Maar wat jij zelf ook beschrijft, volgens mij in je artikelen, er is heel veel kennis en kunde verdwenen. Je Urenco is aan het groeien, er komt een hal bij. Maar verder, je zei voor het gesprekje dat ik zo vaak word gebeld door journalisten, heeft er ook mee te maken dat er heel veel deskundigheid weg is. Er is niet een hele zoop mensen die je kunt raadplegen, bij wijze van spreken. Nee, dat is waar. Dus dat is een nadeel op dit moment. Want ook in jouw eigen ogen. Dan gaat het ook over onafhankelijke deskundigheid. Dus er is natuurlijk wel enige deskundigheid. In Delft met name zit een belangrijke onderzoeksgroep. Maar wel heel erg klein.
Het aantal leerstoelen is dus zeer beperkt in Delft, ook op het gebied van kernenergie. En dan heb je Petten. Onderzoeksreactor in Petten in Noord-Holland. Er zit een onderzoeksreactor in Petten. Daar heb je een bedrijf dat heet NRG. Ik was tot afgelopen december ook lid van de Raad van Toezicht van NRG. En ben dus ook al jaren betrokken bij de voorbereiding van de bouw van een nieuwe kleine reactor die in Petten moet komen. Dat heet de Pallas-reactor. Ja, die is net vergund door de vergunninggever. Hij mag gebouwd worden. Hij mag gebouwd worden, maar de financiering is nog steeds niet helemaal rond. Oh, okay. Maar ze zijn wel al bezig met de fundamenten te leggen. Maar de bouw zelf mag nog niet plaatsvinden, want eerst moet de financiering nog rondkomen. Ja. Dus we hebben wel kennis op dit gebied, zeker. Maar niet de hoeveelheid kennis die je nodig hebt om al die plannen die er nu bestaan, om die waar te kunnen maken. Er is ook een apart onderzoek naar gedaan, een opdracht van het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat, door een bedrijf dat heet Technopolis. En die heeft uitgezocht dat als je inderdaad twee kerncentrales wil bouwen, als je Borselen wil laten doordraaien, als je die nucleaire activiteiten in Petten verder wilt doorzetten, dan komen we in Nederland honderden arbeiders tekort. Hmm. Dus dat moet opgeleid worden. En dat is echt een heel groot vraagstuk. En waar word je opgeleid? Niet in Nederland? Er is geen opleiding. Nou ja, of in TU Delft. Maar het gaat niet alleen om universitaire medewerkers. Op alle niveaus heb je mensen nodig. Bijvoorbeeld ook in de industrie. Je hebt eigenlijk nauwelijks bedrijven in Nederland die nog kennis hebben over nucleaire technieken. Je hebt ook bouwbedrijven die eigenlijk helemaal niet meer willen participeren in de ontwikkeling van kernenergie. Die willen dat niet? Omdat ze het risico te groot vinden. Dus wij hadden bijvoorbeeld in Petten bij de voorbereiding van de verhaal van Pallas een bouwbedrijf dat risicovol deelnam aan de voorbereiding. En het was ook het plan dat ze straks zouden gaan bouwen, helpen gaan bouwen. Maar die hebben zich op een bepaald moment geheel teruggetrokken. Ze vonden het risico te groot worden. Ook omdat die kerncentrale in Petten, die zou oorspronkelijk in huidige euro's zeg maar ruim 600 miljoen gaan kosten. Dachten we in 2012. En hij wordt uiteindelijk, bleek 2 jaar geleden, iets van 1,8 miljoen. Dus 3 keer zoveel. Of één... Ja, wat zei je? Miljard. Ja, miljard. Zeg 1,8 miljard. Nee, ja. Dus 3 keer zoveel. Dus het financiële risico, dat is het probleem. Dat is het financiële risico. Voor die bouwbedrijven. Ze denken van, je weet niet waar je aan verbindt. En als jij een risico loopt van wellicht honderden miljoenen, dan die bouwbedrijven die willen dat niet meer dragen. Dus bouwbedrijven willen wel uurtje factuurtje participeren, maar niet risicovol. Dus dat is nog een heel groot probleem. En de overheid die staat niet garant of niet genoeg garant in geval van financiële tegenvallen? Dat is natuurlijk de vraag. Kijk, oorspronkelijk moest ook Pallas gebouwd worden door het particuliere initiatief, door het bedrijfsleven. Ja. Maar toen die op een gegeven moment zeiden, hij wordt zo duur voor ons, is dat niet interessant. Ja, toen was de keuze, stoppen we dan in Petten of gaan we dan als overheid participeren? Toen was inmiddels de hele onderneming in Petten zo ongeveer overgegaan van EZK naar Volksgezondheid. Dus dat is een ander ministerie. En dat ministerie vindt heel erg belangrijk dat die reactor wel draait. Want hij levert medische isotopen. Voor 30.000 mensen, zeggen ze altijd erbij. 30.000 patiënten worden behandeld met medische isotopen uit Petten. Dat klopt. Ja. Ongeveer 1/3 van de wereldmarkt wordt voorzien door Petten. Dus buitengewoon belangrijk. Zo heb je eigenlijk alweer twee bedrijven, of instellingen in ieder geval, Urenco en de reactor en de medische isotopen van Petten, die een groot aandeel in de wereld hebben. Absoluut. In Nederland. Nee, Petten is ook een enorm kenniscentrum voor medische isotopenproductie. Ja. Want Borselen is een vrij kleine reactor, begrijp ik. En wat je vroeger had in Dodewaard was nog kleiner. Ja. Maar dit zijn twee grote instellingen. Ja. En wie weet waar naartoe gaan. Maar als we het hebben over die kennis en kunde, wil ik even iets vragen. Want je hebt allerlei adviesfuncties vervuld door de jaren heen. En in 2022, vorig jaar, zou er weer een nieuw advies komen over kernenergie van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Een belangrijk overheidsadviesorgaan. En er zat ook de directeur van Urenco bij, Ad Lauter, als extern adviseur. Jij zat er ook bij. En dan is hij eruit gestapt. En hij als verklaring zegt Ad Lauter, die dus ook vroeger de directeur van Borselen was, en nu zijn belangrijke rol in Almelo heeft bij Urenco. Bij de start van het adviestraject heeft de Raad expliciet gesteld neutraal te staan tegenover kernenergie. Maar
dat daar is hij dus bedrogen uitgekomen in zijn eigen perceptie. In het advies staan een aantal beweringen, zegt Ad Lauter, onder andere over de kosten en bouwtijd van kernenergie, de flexibiliteit en veiligheid van kerncentrales, beschikbaarheid van splijtstof en oplossingen voor radioactief afval die naar mijn oordeel niet op feiten berusten. En hij vreest dus, de uitvoering van het nu voorliggende advies zal derhalve kunnen leiden tot vertraging en verwarring. We moeten nu juist overgaan tot actie en alle bronnen benutten die bijdragen aan CO2-vrije, betaalbare, betrouwbare en leveringzekere energie voor onze toekomst. Dus hij is eruit gestapt. Hij vindt dat het niet feitelijk genoeg was. Wat is daar gebeurd? En wat zegt dit over het debat in Nederland, dat onder de deskundigen? Ja, ik was het niet met hem eens. Ik ben er dus wel bij gebleven. Kijk, men had een aantal deskundigen van buiten ingehuurd die het rapport zouden schrijven. Dan ligt er een concept en dat concept moet dan door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur worden goedgekeurd. Oh, dus jullie schreven het ook echt? Nee. Die waren er. Er waren dus mensen ingehuurd die het schreven met het bureau. Maar ze hadden al een soort van begeleidingscommissie en dat had ik hun ook voorgesteld. De SER had zo'n constructie eerder bedacht. De Sociaal-Economische Raad. Goed. Ja. Maar om 3 mensen erbij te trekken, 3 deskundigen, waarvan er 1 een groot voorstander is van kernenergie, Ad Lauter. 1 een groot tegenstander van kernenergie, dat was Jan Haverkamp. Waar is Jan Haverkamp van? Van Greenpeace en van WISE. WISE is ook een WISE kritische kernenergie. Zeg maar zeer kritisch tegenover kernenergie staat. En iemand, Wim Turkenburg. En ik was dan de onafhankelijke middenpositie. Ja. Kijk, in de media word ik, als ik uitspraken doe over kernenergie, voor zover ik die media volg hoor, maar word ik altijd gekenschetst door echte voorstanders als een tegenstander van kernenergie. En door echte tegenstanders van kernenergie word ik altijd gekenschetst als een voorstander. Dus ik heb een beetje een middenpositie, zou je kunnen zeggen. Ik kijk puur naar de wetenschappelijke feiten en probeer die weer te geven. En ja, als dus Ad Lauter zegt dat dit een bevooroordeeld advies is geweest, of was, of het zou worden van de Raad voor de Leefomgeving, dan ben ik dat zeker niet met hem eens. Hij heeft ook een concept gekregen dat nog niet klaar was. En er stonden inderdaad bepaalde opmerkingen in waarvan ik ook zei, dat kan niet. Die zijn er ook uitgehaald. Wat bedoel je, wat voor opmerkingen? Nou, dat doet er nu verder niet meer toe, maar die zijn er uitgehaald. En ja, ik vind het een evenwichtig advies. Ik heb al allerlei commentaren, maar wat betreft de visie op kernenergie, ik vind niet dat je de Raad kunt betichten van een tegenstander te zijn van kernenergie. Nee, maar en werkt het om met iemand zoals Jan Haverkamp van Greenpeace aan één tafel te zitten? Want het is soms zo'n gepolariseerd debat, ook vanuit de groene activistische hoek. Kun je met elkaar in gesprek? Lukt dat? Nou ja, kijk, wij geven alleen maar advies met z'n drieën. Ja. En dan ook nog ieder afzonderlijk. Dus het is niet één gezamenlijk advies, maar ieder geeft zijn mening. En dan is het aan de raad van die commissie die het advies schrijft, om te kijken wat ze met dat commentaar doen. Maar kun je ook vind dat dat werkt. Maar kan je ook met elkaar in gesprek? Ja, absoluut. Kijk, dat is het leuke als je mensen bij elkaar zet die wel de inhoudelijke zaak kennen. Ja. Maar Ad Lauter, die zat er heel sterk van, die kerncentrales moeten er komen. Ja, dan zit je er anders in van, oké, misschien ook niet. Misschien zijn er alternatieven. Maar laten we gewoon kijken, wat zijn de voor- en de nadelen van kernenergie en op welke vraagstukken moet je je richten als je met die technologie verder zou willen gaan. En kun je bepaalde doelen wel of niet bereiken? Dat is een wat andere vraagstelling dan als van, hoe kunnen we zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales bouwen? Ja. Maar wat is wel zo, en daar heb je ook veel over geschreven, dat je wordt misschien als een kernenergie-scepticus soms neergezet als dat goed uitkomt in een debat. Maar je hebt zelf berekend van, als we kijken naar hoeveel energie we moeten opwekken in 2050, dan kunnen we zo even de berekeningen hebben. Maar dan denk je eigenlijk wel, kernenergie is wel nodig. Je kunt dat niet met zonne-wind afdoen, daar zit je nog lang niet aan wat je nodig hebt. Nee, even simpel gezegd. Grote kerncentrales zijn nodig. Kleine, daar kunnen we het straks over hebben. Ander verhaal. Ja, maar ook die nodig. Ook daar toch weer een kanttekening bij. Mijn stelling is, de energievraag in het jaar 2050 is nog steeds zeer fors. Ook al zal die lager zijn dan het energiegebruik van Nederland wat we nu kennen. Wel lager. Hij zal lager zijn.
ondanks economische groei van, laten we zeggen, 1,5% per jaar. Dus ik ga ervan uit dat de economie groeit. Dat door allerlei efficiëntiemaatregelen, en dat kan ik allemaal wat uitleggen, maar onder andere door de elektrificatie van de samenleving ga je efficiënter met energie om. Okay. Gaat minder energie verloren. En dus heb je, denk ik, uiteindelijk minder energie nodig dan nu. Daar kun je van mening over verschillen, want er zijn ook scenario's die zeggen dat er meer zal zijn. Maar ik zeg, ik denk wel dat het minder kan worden. En vervolgens kijk ik naar, wat kun je met zon en met wind doen in Nederland en met groene waterstof? Als je dan die partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum hoort, denk aan GroenLinks met name, PvdA, Partij voor de Dieren, SP. Er wordt heel sterk de suggestie gewekt, we kunnen alles met zon en met wind doen. En groene waterstof. En dan hebben we alle andere opties niet nodig. En die groene waterstof wordt ook weer opgewekt dankzij de windmolens, ja, en de elektrolyse van het water. Ja, elektrolyse. Ja. Dus een deel van de elektriciteit, ja, gebruikt om waterstof te produceren. Dat gaat lukken. Ja. En wat ik laat zien is, stel dat wij op de zee, op de Noordzee, 70.000 of 75.000 megawatt aan windvermogen neerzetten. Dat is enorm veel. Hoeveel windmolens zijn dat? Nou, tegen die tijd, ja, ik heb dat sommetje niet uit mijn hoofd, maar tegen die tijd zijn ze misschien 15 of 20 megawatt per windmolen. Dus reken maar uit. Dat moet ik thuis even doen. Maar dat zijn het een paar duizend? 4.000 misschien, 5.000, ja. 6.000. Het hangt een beetje van de grootte af. Ja. Maar daar moet je aan denken. Dus het zijn heel veel windmolenparken die op het Nederlandse deel, maar op de Noordzee heb je ook allerlei andere activiteiten. Visserij, scheepvaart, natuurbehoud, waar men zich zorgen over maakt. Maar goed, stel dat je dat daar neerzet. Dat we op het land, laten we zeggen, iets van 10.000 megawatt windvermogen neerzetten. Er is heel veel oppositie tegen. Dus soms zie je verhalen ook van het ministerie dat we wel tot 20 zouden kunnen gaan. Maar gezien alle weerstanden denk ik dat dat niet gaat lukken. En dan kun je ook nog denken aan zonne-energievermogen op daken van huizen, op façades, op muren, op parkeerterreinen verplicht. Bijvoorbeeld dat er overkappingen komen met zonnepanelen, maar ook in het vrije veld, landbouwgronden. Stel dat daar nou 125 tot 150.000 megawatt aan zonnecelvermogen wordt neergezet. Dat is ook gigantisch veel. Dan zeg ik dat alles bij elkaar wekt dat ongeveer de helft van de hoeveelheid energie op die we uiteindelijk moeten kunnen gebruiken. Dus daarmee red je het al niet. Waarmee je de lamp aanzet thuis. En je gaat een deel daarvan ook nog gebruiken om eerst waterstof te maken en later uit die waterstof weer elektriciteit. En daar gaat heel veel energie bij verloren. Ja, en waterstof voor de industrie en allerlei moleculen. En daarnaast heb je ook nog waterstof voor de industrie, et cetera, nodig. Ja. Dus ik heb gezegd, met alleen die opties red je het niet. Dus ik begrijp niet dat aan de linkerzijde van het politiek spectrum wordt gezegd, dat kan. Kan niet. Maar, niet met vermogen wat je in Nederland neerzet. Maar als je daar even pauzeert, dan de Partij voor de Dieren heeft een motie, die is niet aangenomen, maar ingediend van om eigenlijk het kabinet op te roepen om helemaal te stoppen met kernenergie. GroenLinks stemt ook heel vaak tegen allerlei moties op dit vlak. D66 zit soms een beetje op het vinkertouw. Je hebt toevallig een gedeputeerde gehad in Limburg die daar enorm fan is geworden, want die heb ik gesproken van de small modular reactors, en daar heeft hij op ingezet. Niet op dat hij werd geconfronteerd toen hij daar als gedeputeerde kwam met een VVD-motie, doe daar onderzoek naar, en hij is fan geworden. En dat was als een oud-assistent voor Rob Jetten. Dus dat tekent misschien, D66 zit een beetje voor de helft in, wijfelend in. Maar die andere partijen die stemmen maar tegen. Maar rechts niet. Nee, rechts niet, maar dat verbaast me van die groene partijen toch. Maar ook, er zijn natuurlijk wel problemen rondom kernenergie. Dus dat daar historische weerstanden tegen bestaan, dat begrijp ik wel. Maar in ieder geval wat ik net zei, misschien kun je de helft van wat we nodig hebben opwekken met zon en wind, wat we in Nederland kunnen opwekken. Maar daarmee red je het dus niet. Dus dan moet je ook naar andere opties kijken. Precies. Nou, dan denk je bijvoorbeeld aan aardwarmte, omgevingswarmte met warmtepompen, et cetera. Dus andere duurzame bronnen red je het ook niet mee. Wel iets, maar zeker niet de totale energievraag.
Ja, en wat zegt dan onder andere ook links in de Tweede Kamer, maar ook rechts. We willen geen bio-energie gebruiken voor warmte en voor elektriciteitsproductie. Biomassa. Houtpellet vanuit Amerika aangevoerd. Bijvoorbeeld. Dat willen we niet gebruiken. Ook niet de combinatie met het afvangen van CO2 en ondergrondse opslag daarvan. Terwijl dat een manier zou kunnen zijn om wat dan heet tot negatieve emissie te komen. Dus CO2 uit de lucht te halen en ondergronds op te slaan met die techniek. Ja, want dat gebeurt nu wel met de houtige biomassa, maar dat willen ze op de toekomst mee stoppen. Want het is nu nog wel een belangrijk aandeel. Het wordt nu gebruikt, dat klopt. En je zou bijvoorbeeld die kolengestookte centrale kunnen ombouwen naar biomassagestookte centrale. En dat combineren met CCS. Heet dat dan, CO2 afvang en opslag. En als je er dan maar voor zorgt dat die biomassa die je erin verstookt, dat die duurzaam is gewonnen en dus ook geteeld. Ja, want je moet wel duurzaamheidseisen aanstellen. Zou je dat kunnen doen? En wat ik zie in de rest van Europa, men kijkt wel naar die optie. Duitsland, België, Frankrijk, Engeland. Dus allerlei landen, Denemarken, allerlei landen, die kijken er wel. Maar Nederland zegt, wij willen dat niet. Okay. Nou, het tweede wat Nederland zegt is, wij willen, en dat zegt Jette al heel lang, wij willen geen fossiele brandstoffen meer gebruiken in het jaar 2050. En eigenlijk al eerder, als het kan, in 2040. Maar je zou dus ook bijvoorbeeld aardgas kunnen inzetten met CCS wederom. Dan kun je bijna altijd, en er worden ook technieken ontwikkeld, waardoor je alle CO2 die vrijkomt kunt afvangen en ondergronds kunt opslaan. Dus je hebt twee technieken uit de race gegooid. Ja. En als je dus tekort komt en je wil die twee niet gebruiken, ja, wat doe je dan? Dan blijven er nog misschien twee opties over. Energieopties. En de ene is dat je waterstof gaat maken in het buitenland. Bijvoorbeeld uit zonnecellen in de Sahara. En dat je die waterstof naar Rotterdam toe haalt en dat je die gaat gebruiken hier in Nederland. Ja. Daar moeten we zeker naar kijken. En er wordt momenteel allerlei contracten afgesloten, precies. Of in ieder geval overeenkomsten met allerlei landen in Zuid-Amerika, Midden-Oosten. Nederland neemt daar ook een heel vooraanstaande rol in. Ja. Rutte was daar zelf mee bezig, bijvoorbeeld. Maar dat zullen we hebben maar 25 jaar. En alle infrastructuur moet er nog komen. Al die centrales die energie opwekken, die moeten nog gebouwd worden. Die electrolyzers, de elektrolyseapparatuur moet er nog komen. Het transport van waterstof naar Europa. Het opslaan. We moeten dan in die zoutlagen in Noord-Nederland, ja, dat zegt ook Jette in zijn nota's, misschien wel 40 grote holten, cavernes heet het dan, maken om daar die waterstof in te slaan in de zomer. En dan in de winter daar weer uit te halen, zodat we daar bijvoorbeeld stroom van kunnen maken als de wind niet waait en als de zon niet of heel weinig schijnt. Bij Veendam, maar daar wordt nu proef mee gedraaid. Daar worden inderdaad proeven mee gedaan. En ik zeg ook niet dat die technologie niet moet worden ontwikkeld, maar die moet je op een zo grote schaal gaan inzetten binnen 25 jaar, dat ik denk dat gaat niet lukken. Nou, dus, en dan hou je nog maar één optie over en dat is kernenergie. Ja. Dus als je geen kernenergie wil, dan zeg ik prima, maar dan moet je niet aardgas met CCS en ook geen bio-energie, duurzaam gewonnen biomassa met CCS afwijzen. En dat gebeurt nu in Den Haag wel. Ja, maar de CO2-opslag, dat heeft ooit averij opgelopen, geloof ik, met protesten in Beverwijk. Dat is al een aantal jaren geleden. Niet? Nee. Oh. Niet in Beverwijk. Waar? Ergens anders? Op een andere plek, ja. Barendrecht heette dat. Oh, Barendrecht. Sorry, ik woon er niet in de buurt. Maar het was inderdaad op land, hè? Dat was een heel strategisch geen verstandige zet. Dus wat men nu ook overal doet, is het niet op land, althans niet waar veel mensen wonen, maar onder de Noordzee. En bijvoorbeeld Noorwegen doet het al vanaf de jaren 90. Ja. En verantwoord en veilig. Dus dat vind je echt een serieuze optie? Dat vind je absoluut een risico. Die hebben we heel hard nodig. Ja. Dus je hebt het Portos-project bij de Noordzeekust. Dat is, ik vind dat van de grond moet komen. Ja, dat is het wordt nu tegengehouden, zou ik maar zeggen, door de stikstofmaatregelen. Ja, omdat de actiegroep MOB van Johan Vollenbroek en Valentijn Wüsten, die hebben dan zaken aangespannen. Heeft met de bouwvrijstelling te maken, toch? Daar had het toen ook mee te maken. Kijk, als je iets wilt bouwen, dan gebruik je auto's en die stoten stikstof uit, bijvoorbeeld. En die stikstof die kan dan natuurgebieden wel aanpassen. Ja, precies. En daar was een rechtshebber, de Raad van State, als ik het goed herinner, die heeft dat dus on hold gezet.
Moest beter uitgezocht worden op dit punt. En deze actiegroep MOB is ook echt tegen die manier van opslaan. En Johan Vollebroek twitterde gisteren nog over een studie in Australië waarin ook naar 2050 werd gekeken over de energietoekomst en dat kernenergie daar voorlopig geen rol heeft. En dat vindt hij ook belangrijk om aan de man te brengen van... hij is geen kernenergie-fan, kortom, zo'n actiegroep die toch... Nee, hij is geen kernenergie-fan, hij is geen bio-energie-fan, hij is geen fossiele brandstoffen-fan, hij is geen CCS-fan. Nee, dat weet ik. En dat mag allemaal. Maar op een gegeven moment willen we wel energie hebben. Ja. En hoe ga je dat dan doen? En is het dus ook de rechtszaak die Milieudefensie tegen Shell voert. Er komt hoger beroep volgens mij dit jaar nog, want ze hebben een eerste aanleg gelijk gekregen. Van zij willen dat Shell veel harder gaat werken om de CO2-uitstoot terug te brengen. En zelfs dat de verantwoordelijkheid nemen voor dat als wij tanken bij hun, dat wat wij dan uitstoten via onze uitlaatpijp. En je hebt natuurlijk de A12-bezetters bij Den Haag van fossiele subsidies nu stoppen. Daar ben je dus ook geen fan van, in die zin, in je realistische gedachtegang. Ja, nou, het zijn allemaal je hebt nog fossiele brandstoffen nodig. Je moet daar secuur in mijn ogen hebben we nog heel lang fossiele brandstoffen nodig. Heel lang? Nou, zeker nog 30 jaar. Zo niet 40 jaar. En dat zal steeds minder worden. Dus absoluut, het gaat naar beneden. Maar niet zo snel als sommigen denken dat zou kunnen. Kijk, dat het zou moeten, daar ben ik het mee eens. Maar als je dan toch fossiele brandstoffen gebruikt, dan moet je dat dus combineren, verplicht als het ware, met CO2-afvang en opslag. Maar als je dat tegenwerkt, ja. Overigens zijn er nu ook milieubewegingen in Nederland, natuurlijk, maar die daar nu begrip voor hebben in de zin van dat de industrie, daar waar er geen alternatieven zijn, dan toch die CO2 mag afvangen en ondergronds mag opslaan. En welke milieubewegingen? Natuur en milieu bijvoorbeeld. Dus er is een beetje een kentering gaande. Internationaal zijn er inderdaad milieuclubs voor en er zijn milieuclubs tegen. Ja, ik denk dat als je het klimaatvraagstuk serieus neemt, dan moeten we ook, ook al is dat jammer, maar zul je ook die technologie serieus moeten nemen en daaraan moeten gaan werken. Ja. En in Nederland hebben we dus niet voldoende ruimte, geen grond, om alle wind en zon te benutten zodanig dat we de hele energievraag kunnen dekken. Dus dat is inderdaad ook een punt. Je zegt Nederland met zijn uitgangspositie als klein dichtbevolkt land met een relatief grote industrie. Ja. Juist dit land heeft kernenergie misschien wel nodig. Exact. Nederland zou juist die discussie relatief moeten voeren en heeft er het meeste behoefte aan. Als je aardgas met CCS en bio-energie met CCS afwijst. Nogmaals, als je dat niet doet, dat tonen ook allerlei scenario's aan. Ook van TNO bijvoorbeeld heeft daar scenario's voor ontwikkeld. Maar ook de netbedrijven hebben dat gedaan. Het expertteam Energiesysteem 2050 heeft dat ook gedaan. In een toekomstverkenning. Ze laten allemaal zien, dan is het niet per se nodig, kernenergie. Mm. Maar als je die twee wel afwijst, dan heb je het zeker nodig. En daarnaast kun je de vraag stellen van, ja, is het niet verstandig überhaupt om zoveel mogelijk opties in te zetten? Want je kunt nu wel heel optimistisch kijken naar zon en naar wind en naar waterstof en allerlei andere technieken. Maar stel dat dat tegenvalt. Permanent vallen dingen tegen, ontwikkelingen tegen. Heb je dan voldoende achter de hand? Ja, maar weet je met dat nog even, je refereert aan expertteam Energiesysteem 2050. Dat was een rapport overhandigd aan Rob Jetten. En wat zij zeggen inderdaad van laten we niet inzetten op kernenergie. Nee, dat zeggen ze niet. Die indruk kreeg ik wel. Ik heb het wel gelezen, maar ook misschien. Maar wat wel gebeurt, en dat is misschien dan interessant, is dat NRC Handelsblad dat wel op de voorpagina zet. Ja. Kernenergie, ja, misschien even de formulering moet ik dan even opzoeken, maar ja, het is niet echt nodig of ze raden het niet aan. En zo komt dat dan direct op de voorpagina. Wat vind jij daarvan dan, van zo'n voorpagina? Ja, ze vinden zelf dat ze niet goed geciteerd zijn. Okay. Maar als je het rapport leest, is het duidelijk een kritischer opstelling richting kernenergie dan bijvoorbeeld Rob Jetten heeft in zijn nota's. Ja. Dus het was eigenlijk van denk er nog eens goed over na. En als je het dan al doet, staat ook in het rapport van het expertteam, zet dan die kerncentrales niet neer in Borselen, maar bijvoorbeeld vlakbij de Duitse grens. Dus kijk naar Oost-Nederland. Dat is strategisch een betere plek. Waarom is dat een betere plek? Misschien in Limburg, bij de Maas, waar dan ook. Omdat je dan
die kerncentrales niet allemaal in de Randstad, althans richting in de buurt van de zee zet. En het andere punt is ook dat je daar in Borselen heel veel elektriciteit gaat aanlanden van wind. Ja. Dus je hebt daar al een heel zwaar net. En als je daar dan nog een aantal kerncentrales, tenminste twee, bijzet, ja, dan wordt dat net misschien te zwaar belast. En als je dus al die energiesystemen een beetje spreidt over Nederland, dan heb je een betere spreiding van ja, transportstromen van elektriciteit hier in Nederland. Dus ja. Dat was een overweging. Dus dat is ook weer een grote discussie. En ook was een overweging dat we een deel van die stroom waarschijnlijk gaan verkopen aan Duitsland. Ja. En dan kun je maar beter ook in de buurt van Duitsland zitten met de kerncentrales. Ja, maar de voorrangslocaties zijn de Maasvlakte en Borselen. En er is ook een studie aan het ministerie van de EZK Economische Zaken gegeven, gemaakt door Ruud Schaleijen van de IRISC groep. En die zegt zelf, kennelijk is er een studie, het is kostenefficiënt om alles bij elkaar te zetten. Want de kosten zijn natuurlijk altijd een groot ding. Nou, dus dan zit daar nog weer allerlei. Er waren drie voorkeurlocaties: Eemsmond, Maasvlakte en Borselen. Eemsmond is afgevallen omdat Rutte op een gegeven moment zei, als een soort cadeautje, we gaan daar een kerncentrales neerzetten. Ja. En toen reageerden de Groningers van, ja, maar dat willen we helemaal niet. En toen kwam er zelfs een motie in de Kamer. Niet in de Eemsmond. Nee, gaan we niet. Toen bleven er twee over. En dan ligt het natuurlijk voor de hand, gezien de infrastructuur, de know-how en ook de ruimte die er is, dat dan die twee kerncentrales die zij wilden bouwen, of het doorgaat weet ik niet, maar dat die dan in Borselen worden neergezet. Dus dat is de voorkeurslocatie van de huidige, of van de gevallen, het gevallen kabinet. Ja. En oorspronkelijk was het plan dat ze in 2035 dan ook stroom aan het net zouden moeten kunnen leveren. En de allerlaatste plannen van Jette, die geven aan, in 2035 komt de eerste in bedrijf, 2040 de tweede, er zit dus 5 jaar tussen, vind ik wat veel, niet helemaal te begrijpen. Ik denk ook dat die 2035 helemaal niet gehaald kan worden, dus dat schuift sowieso naar achteren. Mijn stelling is, als je kerncentrales, grote kerncentrales in Nederland wil bouwen, dan zullen ze misschien rond 2040 stroom aan het net gaan leveren. Ja, maar goed, Jette wil daarnaast nog 2 kerncentrales in Nederland neerzetten. Dus het gaat nu om 4 kerncentrales en die andere 2 moeten dan in 2050 draaien. En met die 4 kerncentrales kun je, zegt hij, 56 terawattuur aan stroom produceren. Nou, daarmee dek je een klein deel van de totale energievraag, niet onbelangrijk deel, maar wel een klein deel van de totale energievraag van Nederland in 2050. Ja, dan zou het misschien 5% kunnen zijn van het totaal, echt de volledige energievraag. 5 tot 7%, ongeveer 7% zou ik zeggen. Want, maar ik wou nog, ja, we zijn zoveel dingen om te bespreken, maar ik wou nog even naar Duitsland. Ik weet niet of je het vaak praat over Duitsland, wat daar is gebeurd, maar die atoomausstiek, en dat citeren we dan mooi in het Duits. Dus ze zijn daar gestopt met dit jaar, en dat was dit jaar nog, hè, dat ze stopt met de laatste 3 kerncentrales. Er wordt altijd gezegd, in 2011 had je in Japan die tsunami. Er zijn problemen gekomen met Fukushima, die kerncentrale die daar stond. En toen heeft het CDU-kabinet onder Merkel besloten, nu gaan we er echt mee stoppen. Maar volgens mij zat er al een hele lange aanloop in Duitsland. Begin deze eeuw Gerhard Schröder van de SPD het kabinet ging vormen met die Grünen. Toen gingen ze al niet meer echt investeren in kernenergie in Duitsland. En nu heb je weer een kabinet met de SPD in die Grünen. En die hebben nu echt gewoon er waren al niet geen investeringen meer. Dus ze moesten misschien wel. Maar ze hebben geen enkele zin om dat nog uit te stellen. Dus er zit daar misschien. Er wordt wel eens gezegd. De Groenen willen dat graag. En ze moeten in de coalitie blijven. In ieder geval, daar zit een tendens die al decennia oud is bij de Groenen in Duitsland. Om tegen kernenergie te zijn. En nu is het zover. Hoe kijk je er tegenaan? Aan dit hele verhaal dat misschien in 20 jaar tijd heeft plaatsgevonden. Nou ja, ik begrijp de ontwikkeling. Maar het komt in ieder geval weer uit de groene hoek, simpel gezegd. Ja, dat er zo'n aversie is, ja, die aversie tegen. Kijk, ik vind het klimaatvraagstuk veel groter vraagstuk dan de vraagstukken die rondom kernenergie spelen. En als je kijkt naar de vraagstukken die men altijd naar voren haalt, ook de groenen, dan gaat het eigenlijk vooral over 2 vraagstukken. Het radioactief afvalvraagstuk en het veiligheidsvraagstuk van kerncentrales.
En ja, ik denk dat op beide vraagstukken de afgelopen 50 jaar enorme ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Waardoor je best bijvoorbeeld in 2050 jaar geleden tegen kernenergie zou kunnen zijn en nu voor. Bijvoorbeeld de veiligheid van kerncentrales is enorm veel groter geworden. Ook al hebben er inderdaad grote ongelukken plaatsgevonden. Met name dan 2011 in 12 jaar geleden alweer, hè? 12 jaar geleden in Fukushima. Maar al die ongelukken die leiden ertoe wereldwijd dat men daarvan leert en dat er nieuwe maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld was in Japan een probleem dat als er een kernsmelting optreedt, dat er dan waterstof wordt gemaakt. Het water splitst zich door de hete massa die daar in die kern aanwezig is. Er komt water bij. Water splitst, je krijgt waterstof, zuurstof. Die waterstof die bleef in dat gebouw hangen. Er hoeft maar een vonkje bij te komen en dat is gebeurd. Dus er zijn 3 reactorgebouwen opgeblazen. Nou, men had niet een heel sterk reactorgebouw aan de ene kant in Japan. Maar het tweede, ja, dat die waterstof daar bleef hangen en tot kritische niveaus zich kon ophopen en toen kon exploderen. Als het goed is, kan dat niet meer in kernreactoren. Men heeft nu allerlei systemen geïnstalleerd na Fukushima. Bij alle kerncentrales in Nederland, in Europa bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld in Zaporizhia in Oekraïne. Dat als daar waterstof zou worden gevormd door een kernsmelting, dat het wordt afgevangen. Dus het is zeer onwaarschijnlijk geworden dat die waterstofexplosie nog plaatsvindt. Nou, dat is maar een voorbeeld hoe die veiligheid in de loop van de tijd verbetert. En toen wij in 1972 kritische vragen stelden bij de veiligheid van kerncentrales, bijvoorbeeld ook bij de kerncentrale in Borselen, toen werd daar berekend hoe groot de kans was dat er een zeer ernstig ongeluk zou plaatsvinden. En als ik me goed herinner was dat iets van eens in het 1000 reactorjaar. In de loop van de tijd zijn er allerlei nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen bij die kerncentrale in Borselen. En als je nu met de directie gaat praten, staat ook op hun website, dan is die veiligheid met de factor 100 tot 1000 toegenomen. Dus de kans is nu eens in de 100.000, misschien wel eens in de miljoen reactorjaar, dat het helemaal uit de hand loopt à la Fukushima, dat er een kernsmelting zou kunnen optreden. Dus die veiligheid is enorm veel groter geworden. Nou, het tweede is dat in de jaren 70, ik kan er allerlei voorbeelden van geven, werd gedacht dat als er een grote kernramp plaatsvindt met de kerncentrale, dan vallen daar meteen al duizenden doden. Duizenden doden. En dat gaven ook officiële studies in Amerika aan. Dat waren de verwachtingen. Nou, vervolgens krijg je het ongeval in Harrisburg met de kernsmelting in de jaren 70. 1979. En dat gebeurde niet. Krijg je het ongeval in Tsjernobyl. Nou, 86. Dat was 86, ja. Dat heeft wel slachtoffers gegeven, maar niet instantaan zoveel. En bij Fukushima, ondanks 3 kernsmeldingen, ook niet helemaal. Bijna geen enkele directe doden door straling. Dus wat je nu kunt waarnemen is dat die veiligheid, de kans dat het misgaat is veel kleiner geworden. En de gevolgen van zo'n zeer grote ongeluk, die zijn ook veel kleiner dan we vreesden in de jaren 70. Dus kernenergie is intrinsiek veiliger dan we in de jaren 70 dachten. Ja, dat zijn toch belangrijke ontwikkelingen. En als je dan die risico's gaat afwegen tegen de risico's van het gebruik van fossiele brandstoffen, niet alleen klimaat, maar ook luchtvervuiling, en hoeveel mensen er jaarlijks wereldwijd te vroeg sterven vanwege de vervuiling die allerlei fossiele brandstoffen teweeg brengen, ja, dan kun je je voorstellen dat het misschien toch vanuit dat perspectief aantrekkelijk kan zijn om kernenergie toe te passen. Maar je bent vaak genoeg in de Kamer geweest als expert tijdens hoorzittingen en je hebt rapporten ingeleverd. Spreek je wel eens met mensen van GroenLinks bijvoorbeeld? En hoe verloopt zo'n gesprek dan? Nou, die discussie over hoe de inzichten zijn veranderd tussen 1972 en zeg maar nu, dus de afgelopen 50 jaar, is nog nergens gevoerd, ook niet in de media. Dus ik zit erover te denken daar misschien een keer een artikel over te schrijven. Ik heb wel in het blad Milieu, wat net is verschenen, heb ik daar een opmerking over gemaakt. Dat we dus nu anders naar die veiligheid kunnen kijken
van kernenergie dan we in de jaren, in de jaren 70 deden. Dus dat inzicht is er nog niet. Vele zitten nog, je zou kunnen zeggen, in het oude ressentiment of sentiment. Als je dan kijkt naar het afvalvraagstuk, we hadden toen daar absoluut geen idee over wat je daarmee aan moest. Het werd in de Golf van Biscay bij Spanje gegooid. We zouden het, licht radioactief afval. Ja, niet het hoog radioactief afval. En we zouden het met raketten naar de zon kunnen sturen, werd gezegd. En dan zou die zon zou het vanzelf opnemen, die stromen. Toen bedacht iemand dat misschien toch te veel lanceringen mislukken. Dat dan al die radioactiviteit verbrandt in de atmosfeer. En dat het dan grote gebieden op de wereld zou, radioactief zou besmetten. We hebben dus voorgesteld om het ijskap te laten zakken. Door de hitte zakt het vanzelf naar beneden. Kun je uitrekenen waar het blijft zitten. En daar zou het dan eeuwig blijven zitten. Nou, die ijskap beginnen te smelten, zoals we weten. Dus er zijn allerlei voorstellen geweest die absurd zijn. Maar als je nu kijkt naar Finland, daar hebben ze een mijn gemaakt. En ik vind dat een vertrouwenwekkende oplossing. Niet in zoutlagen, niet in kleilagen. Nederland denkt aan die twee opties. We moeten daar een keer een beslissing over nemen. Maar in Finland doen ze het in een granietlaag die al 2 miljard jaar oud is. Daar hebben ze zeg maar een gangenstelsel geboord tot zo'n honderden meters diep. Ik geloof als ik me goed herinner, 500 of 700 meter diep. En in die gangen heb je dan zijgangetjes worden gemaakt en dan boorgaten erin. En dan kun je in ieder gat een aantal van die radioactieve tonnetjes stoppen. En dan kun je later die gangen, die boorgaten afdichten. En dan later ook die zijgangen afdichten. En later kun je de hele gang afdichten. Dat is het idee. En dan ben je van het afval. En ik denk dat het inderdaad wel een 250.000 tot 500.000 jaar daar veilig kan zitten. Dat denk ik. Alleen Finland wil niet de ruimte delen. Finland heeft inderdaad tot op heden gezegd, maar goed, misschien zijn ze nog om te kopen, ik weet het niet. Maar wij willen alleen ons eigen afval gebruiken. Maar er zijn misschien ook andere landen die soortgelijke opties hebben. Zweden kijkt er nu ook naar een soortgelijke oplossing in hun eigen land. Wat ik wel grappig. Duitsland kan misschien ook wel. Dat ze daar wat? Dat ze daar wel zouden kennen van? Ik weet het niet. Ja. Ik ken de ondergrond niet, maar dat zou je dus kunnen bekijken. Maar ik vind het wel grappig dat de het is nu alleen nog een tijdelijke opslag en de finale opslag daar wordt in 2100 over besloten. Dat is wel iets opschuiven naar andere generaties. Ja, precies jullie. Maar wat... zo kun je het inderdaad zien. Het is ook letterlijk natuurlijk opschuiven naar een andere generatie. Daar zat wel een ratio achter. Zo van, we hebben nu nog heel weinig vaatjes die je moet opslaan. En hoe groter die voorraad is en die je dan één keer kwijt kan in een opslagruimte, hoe economisch aantrekkelijker het is. En dat zit op zichzelf veilig daar bij de Covra in Zeeland. En er zijn ook al verhalen, deels wordt nu ook al gerecycled in Frankrijk. Opgewerkt heet dat. Ja, er worden wat stoffen uitgehaald die nog weer hergebruikt kunnen worden. Dat gebeurt al wel, maar in de toekomst is er misschien meer mogelijk. Maar dat voert nu te ver, denk ik, om daar nog op in te gaan. Tot slot wil ik nog even hebben over waar ik in het begin over had. Want we hadden het over de small modular reactors. Die kleine kernreactoren waar Limburg nu zijn draagvlak onderzoek naar doet van wat vinden de bewoners ervan. Want wij willen wel graag bij Chemelot een kleine kernreactor zetten. En Overijssel wilde dus niet. Maar Gelderland heb je nu een andere coalitie met ook BBB de grote in. Die willen dat ook wel eens onderzoeken. En ook mensen zoals Henry Bontebal, een CDA-Kamerlid, die hamert er steeds op. En het VVD-Kamerlid, zijn Erkens. Collega. Erkens. Silvio Erkens, ook. Maar we moeten even zien hoe de nieuwe Kamer daar straks mee omgaat. Maar daar ben je niet zo'n... je ziet het meer de toekomst in grote kernreactoren. Want die kleine kernreactoren die zijn nog te nieuw, zeg jij. Ook al staat bij Petten eigenlijk ook al een kleine kernreactor die nu net vergund is. En ik sprak met iemand van de autoriteit, ANVS, zo heet het toch, geloof ik, die zei van, het is niet, nu we dit proces hebben doorgelopen, heb ik veel meer vertrouwen in hoe je een SMR gaat vergunnen. En daar is zelfs nog veiligheidswinst in te halen. Dus we hebben al ervaring met kleine kernreactoren, die staan er gewoon ook al. Of tenminste, er wordt nu een nieuwe gebouwd. Kleine kernreactoren. Maar toch, die SMR's? Kleine kernreactoren, die hebben we al vanaf de jaren 50. Ja. Die hadden we al in die duikboten, onderzeeboten, ijsbrekers.
Dus die worden permanent gemaakt. En we hebben allerlei onderzoeksreactoren in de wereld draaien. Dat zijn allemaal kleine kernreactoren. Dus een kleinere kernreactor maken, dat is al decennia gebeurd dat. Maar een commerciële reactor voor energieopwekking, die klein is, die ook nog modulair gebouwd kan worden, die is er nog niet. En die wordt nu ontwikkeld. En niet één, daar worden er wereldwijd wel een stuk of 100 gemaakt. Allerlei typen. Allerlei verschillende typen, waarvan er alleen al binnen de gesmolten zoutreactoren er een stuk of 20 concepten zijn die worden onderzocht. Dus allerlei landen, allerlei bedrijven zijn daarmee bezig. Maar ze moeten zich nog bewijzen. Dus je kunt niet in Nederland, nou je zou misschien één reactor kunnen kopen, een kleintje, en die wordt dan in Rusland gemaakt. Of die modulair is, weet ik niet, maar dat zou kunnen. Die draait ook daar op een schip, die wordt gevaren, twee kleine reactoren, staat op een boot, wordt gevaren naar een plek waar ze geen stroom hebben. En dan wordt die gekoppeld aan een plaatselijk net en dan levert die daar elektriciteit. Dus het kan. Maar wij zullen niet in Rusland die reactor kopen. Nou, als je dan kijkt waar is de westerse wereld bezig om te ontwikkelen, dan is dat in Engeland, in Canada, Noord-Amerika, Frankrijk doet nu ook wat, Japan. Allerlei landen zijn er langzamerhand voor wel mee aan de slag. Denemarken doet wat, Noorwegen doet wat. Maar je kunt ze nog niet kopen. Ze moeten dus ook nog vergund worden, echt. En de hoop is, de verwachting is in de kernenergiewereld, dat zij rond 2030 de eerste kleine reactor echt in bedrijf kunnen nemen. Dat heet dan een first of a kind, de eerste reactor. Ja. Die is dus nog niet fabrieksmatig gemaakt. Hij is wel zodanig ontworpen dat je alle onderdelen via massafabrikage zou kunnen maken en dat je hem dan relatief snel in elkaar zou kunnen zetten, is de hoop. Ook dat moet nog blijken. Die eerste reactoren zullen dus rond 2030 in bedrijf komen. Nou, dan zeg ik van oké, de overheid stopt daar in Nederland niet apart geld, die gaat niet die kleine reactoren kopen. Er stoppen nu 5 miljard in die grote. Verre van voldoende, want die twee reactoren die gaan wel richting de 32, 33 miljard. Waarschijnlijk, blijkt ook in Engeland, de bouwen ze twee bij elkaar, kost 33 miljard euro. Dus maar die kleine reactoren zullen veel goedkoper zijn. Het kabinet gaat er geen geld in steken. Maar het kabinet gaat geen geld steken. Die heeft nu wel 65 miljoen vrijgemaakt om onderzoek te doen en om die provincies studies te laten verrichten. Dus allerlei consultancybureaus worden er tot op zekere hoogte rijk van. En sommige van die bureaus, ja, die vertellen verhalen die ik absurd vind. Ik zeg het maar even heel hard. Onverantwoord wetenschappelijk. Dus er is een suggestie gedaan vanuit een nucleaire club die zegt, en ook ondersteund door tamelijk gezaghebbende bedrijven in Nederland, dat we al in 2028 in Limburg de eerste kleine kerncentrale kunnen hebben draaien die stroom leveren aan het net voor Gemelot. Dat is over 5 jaar. Nou, dat is echt belachelijk. Dat kan helemaal niet. En volgens mij weten ze dat. Maar op basis van dat verhaal zeggen ze, en als het niet de hele kleine is, in ieder geval in 2030 gaat het lukken. Nou, dat lezen ook Kamerleden, Bontebal, Erkens, van Ja 21, van Vorm voor Democratie. En die zeggen, oh, die kleine centrales, provincies lezen dat. En die zeggen, oké, die kleine centrales, die kunnen in 2030 al stroom leveren aan het net. En die gaan vaak nog verder. Bijvoorbeeld aan de echte rechterzijde van het politieke spectrum. Dan hoeven we ook al die windmolens niet meer te bouwen. Dan hoeven die zonnecentrales op land niet te bouwen. Allemaal niet nodig. De kleine kerncentrales, dat gaat dan worden. En dan zeggen sommigen ook nog, en er is er eentje, dat is de thoriumreactor. Dat is er helemaal. Nederland kan daarin voorop lopen. Echt onzin. Wij lopen heel erg achter op dat gebied, zou je kunnen zeggen. Alle andere landen, met name China, zijn al veel verder. Maar goed, wij zouden er ook een rolletje in kunnen spelen, in die ontwikkeling. En ze zeggen, die kan dus ook in 2030 al stroom leveren aan het net.
En dan kunnen we ook een industrie opbouwen die Nederland concurrerend maakt met de rest van de wereld. Echt volslagen niet begrijpen hoe de situatie in elkaar zit. Hoe de wereld eruit ziet in het nucleaire gebied. Wat de belangrijke spelers zijn. Wat de ontwikkelingen zijn. Er zijn al, wat ik al eerder zei, iets van 100, zo niet 120 kleine type reactoren die wereldwijd worden ontwikkeld. Daarvan zijn er een stuk of 20 alleen al gesmolten zoutreactoren. En de thoriumreactor is een van die gesmolten zoutreactoren. Dus er zijn allerlei bedrijven al mee bezig. Nou, de eerste zal dus misschien in bedrijf komen rondom 2030. Dan wil je even de resultaten afwachten. Dan zal er misschien een bedrijf zijn, Gemelot, die zegt van zo interessant, wij gaan investeren. En dan nemen ze die beslissing in 2033, denk ik. En hoe snel kan het dan? Dan zeg ik, nou, de hele voorbereiding daarvan, plus het bouwen, dat schat ik in, kost 12 jaar. Voor Nederlandse begrippen is dat dan al heel erg snel. En dan zit je dus op 2045. Dus als je werkelijk een commercieel reactor wil hebben draaien in Nederland, dan moet je denken aan 2045. Wil je het eerder doen, dan gaat het om een first of a kind, relatief heel erg duur, per kilowatt relatief duurder dan een grote kerncentrale, en die zijn ook al heel duur. En dan moet dus de overheid er heel veel geld in steken. Nou, en dat doet de overheid niet. Althans niet bij die kleine, wat betreft de bouwen. Ja. Tot op heden. Ik bedoel, dat kan natuurlijk altijd weer veranderen. Nou, helemaal tot slot, want we moeten nu afronden. Nog even over Borselen en over die 2 tot 4 kerncentrales die nu wel in het verschiet liggen. En je zegt ook, je moet op de grotere in gaan zetten. Maar Borselen is vrij klein, hè, in verhouding met andere kerncentrales op de wereld. Ja. Gaan dan die nieuwe kerncentrales, worden die veel groter dan wat er nu staat in Borselen? Als je kijkt naar de plannen van minister Jetten, dan denkt hij eigenlijk, er worden nu 3 bedrijven gevraagd min of meer met een aanbod te komen. Een daarvan is een bedrijf in Frankrijk, 1 in Amerika en 1 Zuid-Korea, als ik het goed heb. Eigenlijk denken ze aan de kerncentrale in Frankrijk. Dat heet een EPR en die is iets van 1600 megawatt. Dat is ruim 3 keer zo groot als de kerncentrale die nu in Borselen staat. En dan zouden we er dus in 2035 de eerste in bedrijf moeten komen, 2040 de tweede, en dan nog 2 rondom 2050. Is dat ook een veel groter complex dan wat er nu staat in Borselen? Of hoeft dat niet per se, ook al wek je veel meer op? Ja, het is wel iets groter, maar het hoeft niet een totaal veel groter complex te zijn. Ja. Het terrein is natuurlijk al vrij groot, ook met alle veiligheidsomheining die je moet aanhouden. Ja. Maar voor het gebouw zelf hoeft dat niet heel veel groter te zijn. Nee, nee. Oh, okay. Kijk, je zei van ja, die kleine reactoren niet interessant. Ik vind wel dat je daarna moet kijken, dat je er wel onderzoek naar moet doen. Want het aantrekkelijke van die kleine reactoren zou kunnen zijn, er zijn ook wel grotere in ontwikkeling, maar dat die misschien wel iedereen de veiligheid kunnen geven. Dus die kunnen nog veiliger zijn dan die grote centrales die we nu kunnen bouwen. Omdat ze anders gekoeld kunnen worden. Nou, zodanig zijn ze klein en ze worden inderdaad vaak anders gekoeld, dat als de koeling helemaal wegvalt, wat we in Fukushima en in Harrisburg zagen, dan smelt de kern niet. Om fysische redenen. Dus hij stoot wel energie uit, maar dat gaat gewoon via de lucht als het ware naar de omgeving. En de kern wordt niet zodanig heet dat die smelt. Ja, dat vind ik een heel interessant concept. Ja. Dus je moet goed nadenken als je zegt, wij gaan aan een SMR werken, ook in Nederland, we geven er geld voor. Ja, welk type reactor is dan interessant? Ja, ja. Nou goed, we moeten afronden. Bedankt voor het gesprek. Kijk nog even naar een interview dat je in 2012 gaf. Daar werd beschreven hoe je er 50 jaar geleden uitzag. Een briljante jonge natuurkundige met lang haar en spijkerbroek. Die heb je nog steeds aan, een spijkerbroek. Een zoon van een slijter in Hillegom. Ja. Die gevestigde atoomingenieurs met kennis van zaken te lijf gaat. En nu ben je 50 jaar verder en je zit nog steeds in het debat. Heel erg bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Bedankt. Oké. Okay. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links
Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.